Welkom bij een nieuwe video. We hebben vandaag de Weekend League weer gespeeld. Omdat ik toch wat aardig wat tijd had. En had ik maar nog niet gedaan. Het ging zo bizar slecht op vrijdag en op zaterdag. En als je denkt, ja, je stopt gewoon na een verlies. Ja, dat kan wel. Maar dan zit je op het potje op zondag 10 tot 12 potjes. Ja, sorry, dat doe ik niet meer. Ik dacht, ik verdeel me gewoon 5-5-5. En ja, vandaag ging het wel redelijk goed. We gingen 3 om 6 naar 7 om 8. Dus 4 om 1 gegaan, 4 om 2 gegaan. Dus vandaag is prima. Alleen, ja, het gameplay is zo bizar slecht soms. Waar je denkt, mijn eigen spelers beuken elkaar. Zodat hij de bal krijgt en scoort en noem maar op. En ik merk ook dat mijn team, mijn evil team, niet opgewassen is van bij 50-50. Hier hebben we vandaag wel gewoon kwam in voor. Goeie paas. Het kwam pas op doel, dus ik wist als ik hard genoeg schiet, ging die erin. Nicky Williams. Ja, dit was een hele goede aanval. En zie, en de keeper zet nog steeds al jaren niks aan gedaan hoe een keeper moet duiken. Maar goed, Aspas maakt er 2-1 van. Hier mooi stikpaasje. In één keer. Boom. 2-1. En dan 3-1 kwam Van Rijs door een corner in de laatste paar minuten. En 3-1. Dat maakt nadat we nu 7 winsten hebben gehad, is toch wat beter rewards. Dat betekent dat we nu rang 7 heb gehaald, 7 winst. Ik krijg 11 keer 81, 10 week pakket, die bewaren we 2 keer 86 van pack. 2 keer van 1 zelfstandige play pack van 86 plus en 2 keer 7 keer 77 plus pakket en 25k. Het verschil was met 6, of ja, met 6, die had ik daar, ja, ik stop met 6, maar is heel anders. Hier heb je maar 1 keer 85 plus. 11 keer 81 en 2 keer dat. Dus je krijgt automatisch een pakketje bij. En allebei zijn ze een walkout pakketje. Maar goed, we hebben de Weekend League klaar. Volgende week ga ik sowieso niet de Weekend League spelen. Geen tijd voor en geen zin voor. Want het is stressvol. Maar goed, we gaan naar de winkel toe. De 10 week pakketjes bewaren we. Want er is geen Arsenal speler op pass present in. Dus dat is 7x77. Geen walkout. Paqueta. Nog een keer 7x77. Geen walkout. Maar we zoeken nog Gabriel Jesus. We zoeken nog, dit is allemaal rare, hè? Ødegaard, first owner. Saliba. En Martinelli hierin. Het is geen walkout. Het was ook te verwachten, maar sommige, oh, dat is toch gewoon, ah, wel al één Arsenal speler. Die gaan naar boven toe. Die kan beneden toe. Is Colomiani wat waard? Nee. Is hij wat waard? Zegt de Ivo. Meer dan normaal. Ramsdale. Hoppa. Die terug. Want het is oud en pas present. Arsenal. En de laatste. In de laatste. Dit is in ieder geval een garandeerde workout. Is er rechtsachter Duitse Kimmich. Het is jammer, het is niet een spannende. Ah, die hebben we natuurlijk al. En als je voordat we laatste gaan openen, we gaan even kijken wat we hebben. Wat we mee gespeeld hebben. We hebben voornamelijk Trossard in de spits. We hebben veranderd naar andere formatie 4-2-3, 4-2-1-3. Dat betekent onze rechtsbuiten en linksbuiten iets meer vooraan zit. Dat het iets meer connectie heeft met de spits. Want anders was de rechtsmid zo te ver achter
noem maar op, nu kan ik iets meer druk zetten. En ja, we hebben wat Traoré gespeeld. We hebben Trossard aan de mogen gaan. En we hebben Tomiyasu gepept. We hebben in de evolutie linksback gezet. Die is al weg. Net op tijd. En voordat we de laatste pack gaan, ze hebben eindelijk nieuwe Evo's kunnen brengen. Is deze, de trucendoos. Geen Arsenal spelers kan hierin, behalve oud. En dat is Gnabry. Ja, alleen het probleem is, hoe krijg ik hem cam? Want als je oud Arsenal spelers ziet, dat is in de Bundesliga Malen, doe je Malen. En Gnabry. En nog, was nog iemand. En Saka, die hebben we al. Granit Saka. En ja, als je echt, echt pielig bent, is Kane ook oud Arsenal. Is weggestuurd. Maar goed. Voor de rest is het niet echt waar je denkt, oeh, die is dat. Er zijn een nieuwe weer. Hier, Doepet en Verstijn. Hier kan je een Ugly Gymlane doen. Ik denk dat ik dat ga doen. Of Fabio Vieira. Of Welbeck. Of zij, maar het staan er vier. Maar ik denk dat ik gewoon Ugly Gymlane doen. Want dat is vrij. En je hoeft er heel weinig iets voor te doen. En dan krijgt hij dit. Op zich niet zo'n slecht kaartje. Wel weer in ons. En dat is dat. Dus daar ga ik waarschijnlijk ook lid doen. En dus. Ja, hier. Ja, dit sla ik over. Want hier past niemand in. Ja, ik kan wel. Moet ik maar hiervoor weg doen. Maar doe ik niet. En linksbuiten gaat waarschijnlijk of Mariona zijn. Of Martinelli. Want Martinelli krijgt geen snelheid boost. Wel een stamina boost en een rapid. Of zij krijgt de snelheid boost. En de stamina uit al hoog. Dus deze krijgt alleen maar snelheid. En Martinelli krijgt alleen maar fysiek omhoog. En ik krijg rapid. Deze krijgt wel tiki-taka. Dus ik, misschien ga ik deze wel doen. Maar goed, we hebben een paar dagen nodig. Twee weken. Maar goed, dan gaan we naar het laatste pakketje. Ja, ik krijg toch nooit geen banger, dus dat de rest is allemaal Team Week. Let's go, 86 plus. Het is Spits, Duits, dus Pop of Schuller. En je kent dit is Schuller. Nee, dit is Pop. Maar goed, hierbij sluit ik hem af. In ieder geval de evoluties zijn weer terug. En zag ik hier. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren, dan zeg ik altijd blijven lachen. Ciao, ciao.